Zo, wat ben jij een kleurige heks? Nee, I only speak English. Okay. I'm the belletjesmeisje. I'm selling bells for the ankles, for the arms. And everybody who hears me can have a smile. And everybody who hears you with the bells can smile. Okay. It's a nice noise. I love it very much. Okay. Listen. Yeah. Have a great fun today. Thank you. Dat was een 18e eeuw, hè? Ja, dat klopt. Waar kom je vandaan? Van een schip? Of waar kom je vandaan? Ik kom uit het kasteel. Haar Zuilens. Dat klopt. Je bent een kasteelheer. Dat klopt ook. Het is jouw dag hier, hè? Het is zeker mijn dag. Ja. Je verdient zeker wel een hoop geld met al die toegangskaarten hier, kasteelheer. Ik verdien bakken met geld. Pijpenkrullen heeft hij aan. Ah, nog een dame. Hoi. Ja, jij bent ook van het kasteel, hè? Ik ben zeker niet van het kasteel. Nee? Ik kom uit de kelders. Je bent uit de kelders? Ja, precies. Uit de kerkers? Ja, ik kom uit de kerkers en ik ben ontsnapt. Dus ik kan ook niet te lang blijven staan, want dadelijk pakken ze me op en dan is het voorbij met de lol. Ja. Dus, Steampunk klokje, nou hartstikke goed hoor. Zet hem op, hè, vandaag. Dank u, dat gaan we doen. Kom je uit Spanje met je Spaanse gitaartje? Ik ben Mexicaans, ja. Prinses Elena van Avalor. Ja? Ja. Ik ben een Spaanse, de allereerste Mexicaanse Disneyprinses. Okay. Een Disneyprinses? Ja. Ja, dat zie je er mooi uit vandaag ook, hè? Dank je wel. Ja. En ik zing heel veel in Avalor, vooral met mijn familie en friends. Ja, maar ik wil wel eens wat zingen horen van je, hoor. Natuurlijk. Nu ik hier weer ben, is het tijd voor mijn plan. Verdrijf die heks snel uit ons prachtige land. Wist altijd dat deze dag ooit komen zou. En niemand die mij tegenhoudt. Het is eindelijk tijd. Ik neem terug wat mij toebehoort. Eindelijk tijd. En ik zal nu worden gehoord. Zo, wat kan jij mooi zingen, meid. Dankjewel. En je Spaanse gitaartje, doet hij het ook nog een beetje? Of nee, zijn de snaren naar de kloten? Helemaal stuk. Oh. Onderweg naar hier in het vliegtuig is hij helaas stuk gegaan. Ik hoop dat je een fijne dag hebt vandaag. Dag. Heel erg bedankt. En het lijkt hier echt heel veel op Avalor. Ja. Dag. Wie is dit? Wie is dit? Wat zit hier? Wat ben je? Een vogelverschrikker? Ja. Ik ben een vogelverschrikker, ja. Leg uit waarom. Nou, het is een lang verhaal, kort, ik hou ervan om mensen bang te maken. Ja, ja, ja. Maar ja, je moet vogels bang maken. Dat ook. Ze zeggen, ga lekker weer lekker verder. Ja, hoi. En wat loopt hier vandaag? I'm Gordon Fraser. Yes? You speak Dutch? Ja, ik spreek Nederlands. Oké. Okay. Nou, leg uit, wat is dit voor een outfit, dame? Hoe heet je? Mijn naam is Dana Lee, oftewel Frieza 1616. Ja. En ik ben verkleed als Golden Frieza uit Dragon Ball Z. Oké. Okay. En ja. Oh, je komt uit een fantasieverhaal? Uit een Japanse animatie. Oké, okay, Japanse animatie. Je ziet er prachtig uit. Wat is dat voor een gouden punt? Het, je... het is mijn staart. Oh, dat is je staart. Jeetje, wat een staart zeg! Dat lijkt wel oorlog. Geweldig. Veel plezier vandaag. Dank u wel, hetzelfde. Okay. Er staat een dame in de zon. Die wordt gefotografeerd door deze meneer. Hoe vaak ben je al gefotografeerd? Niet zoveel nog, hoor. Nee? Nee. Dat is nog vroeg, hè? Heel vroeg. Met een beetje herfstige, ja, wat is het? Herfstnimf, engel, wat is het? Ik vind het ook lastig te omschrijven, dat maakt het zo leuk. Het ziet eruit, hè? Geweldig, heb je veel foto's gemaakt? Nou, nog niet zoveel, want de dag is nog jong. Ja. Dus, maar het gaat nou aardig wat worden, denk ik. Ik denk het ook. Komt helemaal goed. Hartstikke goed. Yes. Kijk hier, een Vlaamse diva, hè? Inderdaad, en voor de eerste keer op Elvia verkleed. Ja. Ik kom al 4 of 5 jaar als fotograaf en dit jaar dacht ik, nu ga ik ook eens als diva. Ja, en ja, dat soort feesten hebben jullie in Vlaanderen niet, hè? Het is niet zo
Ja, in Nederland is dat toch wel een beetje, hè, dit soort festivals? Ja, in België is er nu juist eentje in Gent. Elftopia noemt dat. Okay. En dat is voor de... Eindelijk, hè? Eindelijk. Ja, eindelijk, we mogen het zeggen. Eindelijk kunnen wij in België ook ons fantasie laten werken. Ja. En laten bekeuren of bekijken, bewonderen. Ja. En dat is dan gewoon nog wel nodig ook, hè? Ja, zeker en vast. Dat mocht je wel zeggen. Ja. Beetje opzij. Want je kan helemaal jezelf zijn. Hè? Het is gewoon. Ene dag ben je huisvrouw en een andere dag kan je gewoon dit zijn. Dat is toch bijzonder? Dat zeker, dat is het leuke eraan. Ja. Iedereen kan zichzelf zijn, kan zich uitleven in het personage die zij leuk en tof vinden. Ik doe een stap achteruit en ik wens je, dan kan ik je beter filmen hoe je eruit ziet. En ik wens je veel plezier vandaag. Dank je. Wat heb jij op je schouder? Leuk draakje. Ach, wat een schatje zeg. Je dacht vanochtend, kom, ik stap in de auto, ik neem een draakje mee. Tuurlijk. Ja. Wat is dat dan? Een steampunk draak. Nee, dat nog niet. Nee, maar het zou zo kunnen. Ja. Uit wat voor fantasie kom je vandaag? Ik film je even een Marienkolder aan en een bruin pakje. Uit wat voor fantasie kom jij vandaag? Mijn eigen. Ja. Je doet geen film na of zo. Nee. Okay. Succes vandaag. Dankjewel. Je bent wel de meest uitgedoste steampunker die op het hele festival hier rondloopt, hoor. Dat valt toch wel mee? Nou, je bent behoorlijk aangekleed, hoor, met DT. Het is inderdaad wel erg warm, ja. Dat wel, ja. 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 Laat staan vanmiddag om 4:00. Inderdaad. Ja. En morgen toch wel. Ja. Dus, dan kan je morgen weer afkoelen. Eerst vanavond even afkoelen op de camping. Ja. En dan morgen weer terug. Oké. Okay. Oh, je gaat dat een heel weekend. Ik ga een heel weekend. Jongens, ben je van een steampunk groep? Nee, ik ben nog niet van een andere steampunk die geen kampement heeft. Ja. Maar we gaan gezellig op bezoek bij elkaar. Okay. Zet hem op. Dankjewel. Kijk eens wat een gekleurde dames. Prachtig, rood, blauw. Wat is je fantasie vandaag? Mijn cosplay bedoelt u? Ja, jouw fantasie vandaag? Ik ben vandaag als Warrior Ariel. Ja. Helemaal aangekleed en jij hebt vleugels. Wat ben jij een... Ja, een vliegende heks of een elf? Een draak, ja. En ze kunnen ook uitvliegen. Maar doe eens een beetje draakachtig dan. Oh, daar ben ik nog niet helemaal voorbereid. Kan je vuur spugen? Nee, dat helaas niet. Ik zit in de kettingen, dus ik ben gevangen en ik kan niet meer zoveel. Ja. Ziet er heel mooi uit. Dankjewel. Grijze rok. Heb je een beetje blauwe plekken op je benen? Nou ja, blauw, hè? Ja, dat zijn nog mijn schubben die er doorheen komen. Ja. Dus, Ga je morgen ook? Ja, maar dan niet zo, iets anders. Oké, iedere dag wat anders. Ja. En jij, morgen ook weer hetzelfde? Nee, morgen ook weer wat anders. Ja. Spannend. En wie ben jij? Want je ziet er heel mooi uit. Een soort, wat is het? Een bok of een moeflon? Wat is het? Het is meer duivelachtig. Ja, dus je bent een duivel. Jeetje, een duivel met een witte jurk en die prachtige bokkenpoten op je hoofd. En je haar, is dat je eigen haar of is het een pruik? Nee, het is mijn eigen haar. Oh, en de bril, dan loop je ook dagelijks mee? Ja. 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 Niet alleen vandaag, het gaat gewoon het hele jaar door. Ja hoor, okay. Zeker weten. Zo, wat een kleurrijke meiden zijn dit, zeg. Dank u wel, meneer. Ja, dank je. Alsjeblieft. Hoe heet je? Ik heet Jopie. Ja. En wat is het voor kleuren, hè? Dat zijn wel duizend kleuren, hè? Dit is holo. Dit is holografisch. Dus dan heb je meteen alle kleuren in één. Ja. Ja. Nou, zijn zeer opvallend, hè?
En ook, wat heb je voor een kralenmasker, kan je wel zeggen. Hè? Ja, met nog meer holo erop. Dus, nog meer holo erop. Holo. Holo, alles holo vandaag. Oh ja, wacht, we zijn vergeten die meneer te groeten. Holo meneer! Kijk, en hier staan we bij Melanie, hè, op de 11e jaar vandaag. Melanie, wat ben je voor iemand? Wat voor fantasie heb je vandaag aan? Ik heb vandaag een soort nature nymph, ja. Een soort herfstfiguur. Helemaal zelf bedacht. En, Herfstkleuren, prachtige bladeren jurk aan. En wat heb je op je hoofd allemaal? Ja, allemaal bladeren en bloemen en allemaal herfsttinten. Ja. Maar je bent een beetje bebloed op het hoofd en op de wangen. Wat is dat? Ja, gewoon mijn inspiratie van de natuur en alles op mijn gezicht gedaan wat ik kon. Of een beetje tegen takkenbossen aangelopen. Ja, precies. Zoiets, ga je morgen weer? Nee, helaas niet. Oké, morgen gewoon weer... Ja. Het saaie leven. Ja, okay. Nou, je ziet er prachtig uit. Ja, en ik wens je heel veel plezier vandaag. En ik zou zeggen, draai je even om. Maak maar een rondje. Kijk eens even wat ze op de hoofd heeft. Wat een herfstmeid. Zet hem op vandaag. Ja, dank u wel. Okay. Heb jij dat mooie weer besteld? Ik kom helemaal uit het noorden, uit Friesland. Okay. En daar is gelukkig ook prachtig mooi weer. Dus ik heb het hopelijk meegenomen hierheen. Nou, de Friesin heeft zich aangekleed. Wat is je fantasie vandaag? Ik ben een beetje een boselfje. Ja? Met vleugels en met veel groen. En dat was een beetje mijn inspiratie en een mooie draak mee. Je hebt een draak meegenomen. Hoe heet je draak? Het is een onyx-draak van een steen. Het is een edelsteen onyx. Ja. Dus. En die prachtige bril die je hebt, hoort dat bij je outfit? Nou, of is dat je dagelijkse bril? Het is mijn dagelijkse bril. En voor zometeen de shoots gaat die ook af. Meid, doe je gauw op, want het is zo'n mooie bril. Het staat je zo goed. Ik wens je heel veel succes vandaag en dat je heel veel plezier hebt. Ja, en ik hoop dat de rest het ook heel erg naar mijn zin heeft. Want ik heb het in ieder geval. Zet hem op. Zie hier gekleurde dames met goud haar, hè? Ja, oranje, goud, dat is zoiets. Wat is je fantasie vandaag? Het is van een anime genaamd Love Life. Het is eigenlijk over een groep meiden die een soort van idolgroep willen beginnen met dansen. En de karakters hebben allemaal verschillende outfits. En dit is hun Halloween outfit, zeg maar. Maar je bent een danseres? Ik zelf niet professioneel. Maar als plezier heb ik wel een vriendin die danst vanaf haar zesde. En zo nu en dan dansen we dan als hobby gewoon. Dus voor mij is het echt een hobby. Ik ben niet professioneel of zo. Okay. Maar... En wie staat er naast jou? Ik ken haar niet. Hey. Ik ken haar niet. We zijn elkaar toevallig tegengekomen. Dus dat, zo gaat het hier. Hè? Wat is jouw fantasie vandaag? Een boze tovenares. Soort van. Maar je kijkt helemaal niet boos, je kijkt heel aardig. Ja, nou ja, kan ook heel aardig zijn natuurlijk. Hou op, wees boos. Dat is de farce inderdaad. Ja, zij lokt mensen gewoon door die aardigheid en daarna zien ze haar echte kant. Ha, uit wat voor fantasie kom jij? Mijn eigen fantasie. Ja. En jij? Ja, we zijn een soort van twins, dus ook onze eigen fantasie. Ja, met rode ogen, meid. Hoe zie je eruit? Je bent een beetje eng, hoor. Ja, dat is ook de bedoeling, maar dat vind ik leuker. Dat vind ik leuker. Extremer is, vind ik het best. Morgen weer? Helaas niet. Wat ga je dan doen? Huiswerk? Nee. Slapen. Vooral slapen. Ja. We zijn de hele dag door geweest. Gaat de hele dag door, ja. Met het kostuum maken nog. Volgens mij hebben we een uur geslapen of zo. En toen moesten we weer opstaan. We komen helemaal uit Leeuwarden. Dus. Jeetje, wat een eind weg. Meidje zal slapen als een roos, denk je niet? Ja, zeker. Ziet er gevaarlijk uit. Dank je. Hoe komt dat? Thema is draken. Ja. Dus ik denk pas een keer aan. En je bent op drakenjacht? Nee, ik ben een soort van draak. Oh, je bent zelf een... Er wordt op je gejaagd, kan je zeggen. Zo kan je het wel noemen, ja. Heel mooi zie je eruit. Ogen eng hoor. Godsamme Jezus. Ja,
kan ze gelukkig vanavond weer uitdoen en op het werk zien ze er niks meer van. Wat doe je voor werk? Ik werk bij de brandweer. Ah, kijk. Zo kennen ze je niet, hè? En ineens, als je op de video ziet, dan denken ze, hey, daar is onze brandweermeid. Ja, daar ben ik ook bang voor. Dit ga ik lang horen. Ga lekker blussen. Dag. Komt goed. Veel plezier. Oké. Even voor een partij woeste krijgers, zeg. Maar ben jij een woesteling, man? Ja, dank u wel. Wij zijn inderdaad hele woestelingen. Maar dat komt ook een beetje... Wij zijn hier door onze telegate heen gekomen. En wij komen uit het jaar 2703. En ja, daar is de wereld helemaal kapot door de overheid. De overheid heeft dus, onze hele wereld kapot gemaakt, eigenlijk. En wij doen ons best om te overleven. Ja. En, maken jullie ook nog kinderen? We zijn wel hard op best aan het doen. Maar ja, je kunt je misschien voorstellen dat zoveel mensen wonen niet meer bij ons op de wereld. Nee. Dus ja, we moeten wel hard ons best doen om gezonde kinderen de wereld in te brengen. Je moet wel, hè, eigenlijk. Ja, absoluut. Je moet toch het voorbestaan van de wereld weten te redden. Nou, en hoe gaat het met jou? Prima. Ja? Ja. Kun je ook nog een beetje overleven? Hoor je ook bij de groep of ben je van een andere groep? Ik ben van een andere groep, maar okay. Ik doe hier wat informatie op. Ja. Wel heel interessant. Een Indiaanse dame, hè? Ja, ja. Ja. Uit welk land? Zuid-Afrika ergens. Oké. Okay. Ja. Oh, Endweg. Oh, jongens. Maak er een leuke dag van. Ja, zeker. Gaan we doen. Kijk nou eens, de diva heeft een veel kleinere jurk aan dan 2 jaar geleden. Ja, het is wat korter geworden. Want ik moet met mijn slanke lichaam moet ik hier tussen komen. En ze zijn daar aan het toeteren. We gaan een stapje hierheen. Okay. En een stapje hier. Ze toeteren maar zo. Dat is zo jammer. Maar vandaag heb ik een kraam. Ja. Ik ga hoedjes verkopen. Okay. En ik moet met mijn slanke lichaam moet ik hier tussendoor hupsen. Word je nog een beetje rijk vandaag? Ik word hartstikke rijk, want het weer is geweldig mooi. Iedereen heeft plezier, iedereen heeft lol. Het is echt weer leuk. Zal ik je iets moois laten zien? Nee, heb ik geen tijd voor. Ik moet weer verder. Maar heb ik iemand rondlopen. Want daar... Julia! Julia, kom eens! Julia moet eventjes komen. Even in taal. Ja. Julia, kom eens! Julia! Die daar. Oh, ja, ik dacht die vrouw achter je. Nee, maar die is ook schattig. En die is ook heel schattig. En is hij niet mooi, deze? En daar een gentleman, hè? Alles moois loopt hier rond. Hier in Oud-Roze. Go, hoe gaat hij vandaag? Goed hoor. Ja. Lekker weer, hè? Ja. Want, wat is het voor weer? Knetter! Fantastisch, gewoon mooi. Ja. Gewoon heerlijk. Wat is je fantasie vandaag? Roze, heel veel roze. En, hoe heet het? Wat, aan een film gelinkt of iets? Het is niet aan een film gelinkt, nee. Maar een beetje op mijn bril geïnspireerd. Altijd door een roze bril kijken. Ja, dus. Ziet er prachtig uit. Morgen ook weer? Nee, morgen niet. Alleen vandaag. Wat ga je dan weer doen? Nou, ik ga gewoon naar huis na vandaag. Wat is je eigen echte beroep? Ik ben een junior front-end developer. Doe maar, dus je gaat weer naar kantoor maandag? Ja. En dan gaat de pruik af? Ja, gaat de pruik af. En wat voor kleur zit eronder?
Donkerblond en een gedeelte lichtblond. Ik zou gewoon maandag dit aan doen hoor. Nou, dat is een beetje misschien lastig rijden, want als je op die pruik moet zitten, dan... Okay. Zet hem op! Kijk eens, hier kom ik nog een woeste... Ja, ik word helemaal bang van je. Wat is je fantasie? Wat ben je vandaag? Ik ben vandaag iemand uit een game die nog niet uit is. En het karakter heeft ook nog geen naam, maar hij wordt gespeeld door Matt Mikkelsen. Death Stranding van Hideo Kojima. Een game die nog niet uit is. Dat is helemaal geweldig. Je ziet er gevaarlijk uit. Waar ga je op schieten? Ja, dat is een goede vraag. Waarschijnlijk op mijn vrienden, omdat ze doorlopen. Oké. Ga gauw achter ze na. Dag! Wat doe je vandaag hier met dit mooie weer vandaag? Want je hebt geen outfit aan, hè? Ik heb inderdaad geen outfit aan. Nee, ik had eigenlijk een wedstrijd vandaag te spelen die op het allerlaatste moment verplaatst werd. Ja. En toen kon ik gelukkig nog mee, maar dat was een beetje last minute allemaal. Dus het is meer voor de gezelligheid vandaag. Ja. Naast jou staat je vriendinnetje, hè? Dat is een hele creatieve dame volgens mij, klopt dat? Ja, ja, behoorlijk. Meestal zie je er heel eng uit, maar vandaag niet, hè? Nee, vandaag had ik er zin in wat anders. Vandaag ben ik een classy witch uit een mooi kasteel. Dus... Classy witch? Classy witch, ja. 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 En draai je even om, hè, want kijk eens even een mooi achterkantje. Hoe noem je zo'n achterkantje? Een jaketje of hoe? Ja, zoiets. Ja. Het is gewoon mooi. Vandaag vraag ik, wat doet men in het dagelijks leven, vraag ik aan iedereen. Ik bedoel, maandag, ga je dan weer doen? Ik studeerde voorheen ergotherapie, maar komend schooljaar begin ik aan de opleiding modemaatkleding. Modemaatkleding, en dat heb je natuurlijk zelf gemaakt, hè, dit. Dat neem ik aan, heel goed. Creatief, zoals altijd. Wat ga je volgend jaar doen? Kleermaakster worden. Zet hem op, hè, vandaag met haar. Komt goed. En hier komen we Kiriana tegen op de Elvia. Meid, wat heb je een prachtig kroontje van schelpen. Heb je dat zelf gemaakt? Ja, helemaal. Van haarband en schelpen. Ja. Heb je dat dan zelf uitgezocht op het strand? Ja, in Malaga. In Malaga. En wat is je fantasie vandaag? Ben je een zeekoningin? Ja, zoiets. In ieder geval iets dat uit de zee komt. Vandaag vraag ik ook wat mensen in het dagelijks leven doen. Wat, maandag ben je weer in het dagelijks leven. Hè? Wat doe je dan? Ik werk bij de Op is Op voordeelshop. Oké. Ach ja. Al die goedkope producten en hartstikke druk natuurlijk. En waarom zou je niet dit ook aandoen maandag weer? Ik denk dat ze dat niet zo netjes vinden voor de klanten. Maar ik moet zeggen, het is ook een beetje oncomfortabel. Ja, het ziet er wel heel mooi uit. Ik zou het maar gewoon doen maandag hoor. Dankjewel. Even kijken eens even. Wat een mooie om je middel. De mooiste schelpjes uit Malaga. Ja, dankjewel. Onder andere Malaga. Ja, onder andere. En gewoon natuurlijk van het strand in Vlissingen. Ja. Ha, gaat het weer een beetje? Komt geen geluid uit. Dames, wat is jullie outfit vandaag? Wat is je fantasie? Ik ben een Pokémon, Brian. een Pokémon, dat is hartstikke Japans is dat, hè? Ja, de serie komt uit Japan, ja, en de games ook. Het is al best wel oud. Ja. En wat heb jij bij je voor beest? Dit is een bonte marter. Ik heb hem zelf gemaakt. Het is een lievelingsdier van mij. Dat heb je heel mooi gemaakt. Dankjewel. En verder is het gewoon een beetje een fancy outfit. Gewoon, met kristallen en alles. Een marter, ze ziet er heel geweldig uit. Mooi van kleur, dat heb je goed gedaan. Oké, zet hem op. Dank je, komt goed. Ja, wat zijn dit nou voor enge zusters hier? Eens even kijken. Nou, vertel het maar, wat zijn jullie voor heilige drie-eenheid? Ja, de nonnen. De nonnen? Ja, zijn gewoon een nonnen. De nonnen van de duivel. We hebben ons even niet opgemaakt na het opstaan. En, wat gebeurt volgens mij, hè? Klopt dat? Ja, de huidcreme wilde niet pakken. Oh. En wie verplegen jullie? Sorry, wat? Wie verplegen jullie zusters? De duivel, ja. De duivel, hè? Ja. Meid, wat een grote ogen heb je. Nee, dat doe ik vaker. Ja. Oh, ja. Nou, de zusters zijn ook een beetje verlegen, hè? Ja, dat klopt. We zijn eigenlijk geen contact buiten ons klooster gewend. Ja.
contact gestoord, hè? Een beetje wel, ja. Een beetje wel. Hoe is het met jou? Hades, Segui, Jeregui, Nona den Pau, Hades. Zo, dat is even niet mis, hoor. Hey. Zeker weten. En hier komen we een soort ijskoningin tegen. En de ijskoningin die eet vandaag een broodje... Knobbiebrood. Ach zo, wat is dat voor brood, ja? Nou, knoflookbrood. Oh, ik dacht, knoploogbrood. Ja, bij al die Duitse tenten hier, hè? Hoe vind je het hier vandaag? Ik vind het heerlijk vandaag. Ja, de zon werkt mee. Iedereen is vrolijk. We zijn een elfje. Wat wil je nog meer? Ja. Ieder jaar weer, hè? Ja, ieder jaar weer. Okay. Tot volgend jaar. Eens gelijk. Fijn.